Thijs Sprangers, jij bent van Live On Demand. Welkom. Dankjewel. Nou, wat is dat? Live On Demand is een platform waar jij, als je een bepaalde held hebt, dus het kan een spreker zijn, het kan een muzikant zijn, een schrijver, een regisseur, kun je op ons platform een actie starten om die persoon live op een podium te krijgen. En als je genoeg medestanders hebt verzameld, dan gaan wij het ook echt organiseren. Dus het is eigenlijk een crowdfunding voor live performance. Het gaat dus vooral om mensen die op andere plekken van de wereld al heel populair zijn en jij wil die graag naar Nederland halen. Of die vroeger populair waren en je wil die graag weer eens op het podium zien. Of die nog echt ontdekt moeten worden. En dan ben jij misschien de eerste die ze een nieuw publiek geeft. Wij bepalen, als jij een aanvraag indient, dan doen we wat onderzoek. En we hebben ook een beetje overleg met jou over wat jij denkt dat een haalbaar publiek is. 100 man, 500 man, 1000 man in Nederland. En wat een redelijke prijs is. En we doen ook een kleine, snelle analyse van wat redelijke prijzen zouden zijn. En dan zeggen we, oké, de kritieke massa ligt op zoveel. Stel 100 mensen. En dan bepalen we een golden ticket price. En dat is bijvoorbeeld €50. En dan is het aan jou eigenlijk de schone taak om die 100 mensen voor €50 een golden ticket te laten kopen. En met die golden ticket krijg je een geld terug garantie. Dus als die kritieke massa niet gehaald wordt, krijg jij je geld terug, die €50. Maar als het wel doorgaat, dan krijg je met die golden ticket bepaalde privileges. Eerste rij stoelen, meet and greet of andere bijzondere wensen. Als die kritieke massa bereikt is, dus we hebben inderdaad, jij hebt het voor elkaar gekregen om die 100 mensen bij elkaar te krijgen, €50, dan gaan wij boeken. Dan gaan we kijken, oké, is de held boekbaar of wanneer is hij boekbaar? Want de datum staat nog niet vast, dus daar heb je wel wat mogelijkheden. Je zit niet vast aan één congresdatum of aan één festivaldatum. Je kunt nog vrij met een artiest of met een spreker door zijn agenda kijken. Dus dan bepalen we eigenlijk wanneer komt hij. Wat wordt de regular ticket price, dus waarmee... Hoe gaan we het hierna verkopen? En wat wordt de volgende kritieke massa voordat het definitief doorgaat? Dan kan het zijn dat we tegen jou zeggen, nou, we hebben het geboekt. En we moeten nu van 100 naar 250 groeien. En dan gaat het ook echt door. We pakken een percentage pas gewoon als het evenement doorgaat. Dus we hebben wel een doelstelling om de evenementen die uiteindelijk doorgaan, om daar een percentage op te hebben. Dat klopt. En de eventorganisatie besteden we voor een gedeelte uit. Een van de basisdingen die ik vind van de Lean Startup is dat je begint met het ontwikkelen van wat een minimum viable product wordt genoemd. Dus niet doorgaat ontwikkelen met alle mooie ideeën en veronderstellingen die je allemaal op papier in je businessplan hebt staan om een briljant groot concept te bouwen met een eindeloos budget en na 2 jaar mee bezig zijn en dan op de markt te komen. En te merken dat het niet werkt of dat iemand anders het al beter gedaan heeft of dat je eigenlijk te laat bent. Dat is heel erg zonde van het geld. En in de Lean Startup wordt een heleboel methodologie van de Lean Management methode en van de Japanse management theorieën verzameld om eigenlijk te zeggen, je maakt in het begin een minimum viable product en het doel van dat product, wat je naar de markt gaat brengen, is alleen maar om een paar hypotheses te testen die je hebt onder je businessmodel. Lean wil niet zeggen dat het lelijk is of dat het buggy is of dat het niet werkt. Maar Lean wil alleen maar zeggen, het heeft een aantal simpele functionaliteiten. En daarmee kun je testen of het businessmodel werkt. Want dit ziet eruit een simpele crowdfunding zijn. Maar we zouden natuurlijk ook al allerlei verschillende kaarttypes erbij kunnen bedenken. We zouden natuurlijk naast Spotify en YouTube en SoundCloud, wat er nu in zit, zou je ook kunnen zeggen, waarom zetten we niet SlideShare ook in voor sprekers? En zo kun je allerlei toeters en bellen bedenken. Maar dat is eigenlijk allemaal ontwikkeltijd, terwijl je niet eens zeker weet of het basismodel werkt. Hoeveel van dit soort events moeten tegelijkertijd via deze sites een succes worden? Want je hebt echt veel, ik denk dat je hebt echt veel nodig. Ja, je hebt veel events nodig. Ja. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar ik heb het allemaal wel, dat hebben we wel op papier staan, zeg maar. Maar dan hebben we het wel over honderden evenementen. En het doel is ook om dit in Nederland uit te testen, maar eigenlijk vrij snel, als het succesvol is, zeg maar, vrij snel op te schalen en ook dat in andere landen te gaan doen. Maar wij denken, we willen eerst het zuivere businessmodel checken. En dan kan ik me zeker voorstellen dat er een mogelijkheid is om een... Bijna iedere congresorganisator die ik spreek, die zegt wat leuk. We zouden een gedeelte van ons congres of van ons festival op deze manier kunnen vullen. En dat hebben we nu niet uitgewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat dat een toekomst is inderdaad.
mijn hoop en ook wel verwachting als we de goede kant op gaan, is dat naarmate het fenomeen bekender wordt en het platform bekender wordt, hoef je ook niet een immens eigen netwerk te hebben om succesvol een request te kunnen starten. Als je maar 300 vrienden hebt op Facebook, waarvan er bij wijze van spreken 40 ook fan zijn van die persoon, en die zetten het weer uit naar hun vrienden, dan zit je zo al in een kritieke massa. Dan is het alleen zeg maar, de bekendheid van het fenomeen live on demand en het vertrouwen wat mensen in hebben dat het inderdaad een tof evenement wordt en dat we transparant zijn in wat we doen en dat ze hun geld terugkrijgen als het niet doorgaat. Als dat veilig zit, dan hebben we een goede kans.